op het openbaar basisschool Overvecht zit sinds kort een nieuw groepje kinderen. Ze hebben nog niet zoveel vrienden, maar dit duurt niet lang. Doe je spullen maar weg, het is pauze. In de pauze vragen de andere kinderen in de klas of ze mee willen doen met spelen. De kinderen kunnen goed met elkaar overweg. Ze spelen en praten veel samen en hebben enorme lol. Hey jongens, Ibtisem is morgen jarig. Zullen we een cadeautje voor haar kopen dan? Ja, jarig! Ja. Maar hoe komen we aan dat geld? Dan moeten we aan ons ouders vragen. Ja, goed idee. Kom, we gaan. Yusra gaat als een speer naar huis om geld voor het cadeau aan haar ouders te vragen. Hallo Yusra, hoe was het vandaag op school? Ja, leuk. Papa en mam, ik heb een vraag voor jullie. Morgen is Ibtisem jarig, ze zit in mijn klas. Mag ik een cadeautje voor haar kopen? En mag ik geld voor jullie lenen? Nee, dat mag niet. Je mag niet met hen omgaan. Waarom niet? Wij geloven in de maan, hun in de zon. Wat belachelijk, iedereen speelt samen. We zijn gewoon kinderen. Toch wil ik niet dat je met die kinderen van de zon omgaat. Wat belachelijk zijn jullie. Nee, geloof in de zon en geloof in de maan, dat gaat niet samen volgens de ouders van Yusra. Hoe zouden ze daar thuis bij Fatih eigenlijk over denken? Hallo. Hallo Fatih, hoe ging het vandaag op school? Goed. Het was heel erg leuk op school. We hebben gespeeld met de kinderen van de maan. Wat? Je mag niet spelen met de kinderen van de maan. Waarom dan niet? Het was zo leuk met de kinderen. Ze hebben een ander geloof, dat gaat niet samen. Wat een onzin, kinderen zijn kinderen. O jee, hier is het al niet veel beter. De volgende dag blijft het schoolplein akelig leeg. Geen vrolijke spelende kinderen meer. Omdat we een ander geloof hebben. Wij geloven in de zon en jullie geloven in de maan. Daarom mogen we niet met jullie spelen. Wat een toeval. Onze ouders hebben hetzelfde verteld. Wat onzin. We trekken er niks van aan. Hé, hey, kom. We gaan gewoon voetballen. Gelukkig zijn de kinderen slimmer dan hun ouders. En trekken ze zich niks aan van hun domme regeltjes. Batuhan is druk bezig met het fotograferen van vrolijke spelende kinderen. Hij heeft namelijk een plannetje. Zojuist heeft hij ook al wat foto's gemaakt van sipkijkende kinderen met een leeg schoolplein. Binnenkort is het oude avond, wacht maar eens af. En dan is het zover, de oude avond. De avond wordt druk bezorgd. Uiteraard zitten de ouders met het maangeloof netjes, gescheiden van de ouders met het zongeloof. Hallo allemaal op de oude avond, we gaan het vandaag hebben over de veiligheid hier op school. Dan is het de beurt aan Batuhan. Hij heeft zijn fotoreportage in de computer van de juf gestopt en vertoont deze nu met de afstandsbediening. Hé, wat is dit nou? En na het zien van deze overduidelijke beelden is er maar één conclusie mogelijk. De kinderen zijn weer heel leuk samen aan het spelen. Ja, waarom kan het eigenlijk niet samen? Ze zien er wel heel gelukkig uit als ze samen spelen. De ouders zien in dat hun kinderen gelijk hebben en heffen het omgangsverbod per direct op. En terecht.